Ik wil vanmorgen even binnenlopen bij Dierenkliniek Den Hert, bij Mariette Lageman. Zij is niet alleen dierenarts, maar ook een van de belangrijke initiatiefnemers van de stichting Mens, Dier en Nood. De stichting die Tilburgers helpt, die het wat moeilijker hebben om toch inderdaad hun gezelschapsdier goed te kunnen onderhouden. Ik wil even aan Mariette vragen hoe het op dit moment staat en of er veel aanvragen binnenkomen vanuit de Tilburgse bevolking. Kun je de kijkers even uitleggen waar Stichting Mens, Dier en Nood voor staat? Stichting Mens, Dier en Nood vindt dat als een dier behoort bij een mens of bij een gezin en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van dat gezin, dat als dat dier ziek wordt en er zijn niet de financiële middelen, dat er een fonds moet zijn die de noodzakelijk medische kosten voor dat dier betaalt, zodat dat dier bij deze mensen kan blijven en niet naar een asiel moet en niet afgemaakt hoeft te worden. Kun je ons een indicatie geven van het aantal aanvragen van vorig jaar? Vorig jaar hebben wij rond de 50 aanvragen gekregen. Onze middelen zijn beperkt. We zijn afhankelijk van sponsoren. Heel veel vrijwilligers doen heel veel werk, gewoon belangeloos. Dobby is jouw hondje. Kun je mij vertellen wat Dobby voor jou betekent? Ja, ontzettend veel. Dat is mijn grote vriendin. Zit altijd thuis op mij te wachten als ik thuis kom van werk. Het is gewoon mijn steun en toeverlaat. Ik woon alleen en zij is gewoon... Dobby is jouw maatje. Is mijn maatje, absoluut. Wat is het belang van een gezelschapdier voor de mensen? Het haalt mensen uit hun isolement. Het verbindt mensen. En ja, ik zou eigenlijk willen adviseren en namens alle vrijwilligers van Stichting Mens, Dier en Nood, investeer in de gezondheid van gezelschapsdieren. Dan investeer je namelijk ook in de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen. Goed om te horen dat gezelschapsdieren belangrijk zijn voor onze samenleving en voor de mensen in onze stad. De Tilburgse Volkspartij heeft dierenwelzijn dan ook hoog in het vaandel staan. Kijk op www.tilburgsevolkspartij.nl. Dit was Frans van Aalen namens de TVP voor Tilburg Spreekt.